zoals het lijkt. Als dat herhaald wordt, het is niet zoals het lijkt. Volgende beeld komt dan omhoog van als er een kast is en ik doe die deur open, komen er een heleboel lijken uit. En die lijken die vallen er allemaal uit, maar de kast blijft overeind. En die kast heeft de mogelijkheid aan planken om daar iets op te leggen of in te leggen. En daar hoeft de kast dan verder niks mee te doen. Wat hieruit een beetje volgt is, we weten allemaal en we kennen allemaal die kloppendheid. Dat is de kast die gewoon weet wanneer het wel of niet kloppend is. En het gekke is, toen we klein waren, leefden we vanuit die kloppendheid. Of is ik altijd kunnen zeggen, we waren de kloppendheid. Dat is meer. Dus eigenlijk wat we allemaal aan opvoeding en aannames, et cetera, hebben al aangenomen als zijnde, dat ben ik, dus als persoon, kunnen we alles uit de kast laten gaan. Want wat er overblijft is wat je dus straks zei, ook die kloppendheid en wetend dat je dat bent. En als dat zijn, zijnde, zijn is, even zo te zeggen, als dat werkelijk eigenlijk zakt in mij, dan kan niks anders dan dat dit systeem gewoon gaat reageren op, want het kan niet anders. Het kan niet anders bewegen als dit, als je geweten wordt wie je bent, kan niet anders dan dat het gewoon gaat reageren zoals de natuur reageert, bij wijze van spreken. Yes. Of zoals een kat, of zoals een hond reageert. En ten diepste is dat eigenlijk heel vreemd, hè? Dat we dus eigenlijk dat we denken dat het anders is. Je zou kunnen zeggen, het is tegen onze natuur. Ja. Vandaar dat er zoveel moeite gedaan moet worden om je dat aan te praten. Ja. Dat duurt jaren, niet denken. Ja, en het gekke is, het wordt, we zijn het wordt ons aangepraat en we moeten het ook weer kwijt. En dan komen we uiteindelijk thuis in wat we zijn. En dat is dan eigenlijk de levensweg, de levensboog, zou je kunnen zeggen, die we gaan. Om weg te gaan, wetende dat we thuis zijn, maar we gaan de weg op om dus weer terug te komen naar wie we zijn. Ja. En als we dat hebben, dan zijn we niet meer in deze wereld. Dus niets is wat lijkt. Cool, dat vind ik mooi verhaal. Ja, mooi verhaal. En dan gewoon zakken. Ik probeer een beeld te krijgen van het uit balans zijn, van het niet zo zijn. Van hoe, want ik voel het als het zo is, maar ik merk dat ik ook de behoefte heb om, om het voor mezelf nog beter uit te kunnen leggen van hoe het nou echt... Waarom? Als ik kan voelen of het badwater warm genoeg is of niet, door mijn hand erin te steken, dan heb ik verder geen thermometers nodig, geen analyses, geen chemische beschrijving van de tegels in het bad. Of... Nee, dus het is het niet. Ik voel het gewoon. Maar om het naar anderen uit te leggen. Nee, fuck de ander. Ja? If you know, you know. Het gevaar namelijk, als we weer een verhaaltje erbij bedenken, of een beeld, is dat we dat beeld gaan gebruiken in de volledige overtuiging dat dat helemaal accuraat is. En je zult merken dat de ander tegen wie je dat beeld aanhoudt,
gaat zeggen, ja, maar daar klopt dit en dat niet aan, en, want geen enkel beeld voldoet. Nee, precies. Een metafoor of een verhaal, net wat Hans ook vertelde, belicht een aantal aspecten beter of minder goed. En als je die metafoor, dat verhaal van de lijken in de kast enzovoorts vat, dan brengt het je iets. Als je ieder woord ervan gaat uitpluizen, ook ieder woord van mij, dus niks tegen Hans. Ja. Maar dan zijn er allerlei mankementen te vinden, ja, altijd. Maar het belangrijkste is dat ik het weet. Ik ken mijn stemvork. En ik hoef dat niet uit te leggen aan een ander. Die krijgt gewoon mij, ja, is goed. Nee, of nee, weet ja, ik nog niet. Nee, wil ik het ook niet uitleggen, maar ja. Ja. Ja, het is wel een goede inderdaad, van dat metafoor nooit helemaal klopt. Nee, dat kan niet. Ja. Ja. Okay. Dus als we dat wel willen doen, dan moeten we er een hele scala aan leggen. Of een vrije creativiteit ontdekken, zodat voor iedere situatie net een ander beeld of een aanpassing van de metafoor kan plaatsvinden, verondersteld dat de andere partij geïnteresseerd is. Dat is een hele belangrijke, want al te vaak proberen we iemand iets aan te smeren die daar helemaal niet om vraagt, er geen interesse in heeft en die er lichtelijk allergisch op reageert. Dan betekent het simpelweg van shut up. Ja. Dus een vrij uit kunnen praten over dit soort dingen, of nou, ik weet niet of het in Luiband of in Touw dat ik dat ergens zei, dat haalde ik aan van Sloterdijk. Van een van de grote fouten, zei hij, die de schrijver altijd begaat, is dat hij uitgaat van de goede verstaande. En hij bekende dat hij zichzelf daar ook schuldig aan maakte. Van uitging van goede verstaanders. En uiteraard worden zijn boeken, net als alle andere uitingen, soms gewaardeerd, door anderen afgebrand. Weer anderen denken, weet je wel. Ja, zo gaat dat. Er zijn weinig goede verstaanders, by the way. Projecteerde angst, die houdt me bezig. En het andere thema is honden. Ik weet dat jij er gek op bent, ik wat minder. Ik ben vroeger heel veel gebeten door honden. En terecht. Wat zeg je? Nee. ik hoorde je trouwens wel. Deels is dat terecht. Deels is dat terecht. En ik heb het, op een gegeven moment was ik er klaar mee, dus ik ben gaan onderzoeken wat er was en waardoor het kwam. En ik ben 9 keer gebeten in totaal. En ik heb het al doorleefd met MDR en dat soort dingen. En eigenlijk kwam gisteren, het viel een soort kwartje van, als ik naar die gevallen, incidenten kijk, dan zijn er een aantal die zijn natuurlijk, hè, dus die zijn eigenlijk wel terecht. Want dat beest reageerde en dat is oké. Okay. En een ander is een soort ego, weet je, die van een chihuahua en een hoedel of valse Mechelse herders maakt. Wat gewoon bullshit is. Als je door het bos loopt, dan ziet het chihuahua. Dus dat is niet echt. En een derde is een soort geprojecteerde angst. En die vind ik moeilijker te pakken. Want dan denk ik, is dat dan even, moet je daar gaan graven? Is dat vroeger? Is dat de boze moeder die dan een soort grote... Weet je, die blijft me een beetje ratelen. Van al die, hoe zwaar diep zit dat geprojecteerde in die angst? En heb je een beeld of een idee hoe zich dat relateert? Ja, dat kan alleen voelend onderzocht worden, toch? Ja. Kijk, en op dat animal level, honden weten heel goed als jij bang bent. Ja. En over het algemeen hebben ze de neiging om dat te willen corrigeren. En sommige honden zijn gewoon slecht opgevoed en zijn vals. Of vaak zijn ze agressief omdat ze zelf bang zijn. Ja. Dus het heeft voor een deel ook op dat praktische vlak te maken met reading the signals. Ja. Over het algemeen kan ik vrij goed zien hoe de hond in zijn vel zit en met wie ik wel gewoon een interactie kan aangaan of mijn hond daarmee om kan laten gaan. En bij anderen heb ik zoiets van, I'm not so sure. Dus dan is mijn schopbeen, of ik loop altijd met een stok.
Niet dat ik zo loop. Maar ik heb altijd een stok bij me, vind ik fijn. Dat is nog van vroeger in de bergen rond sjouwen. Plus, het is heel handig. Afstandsbediening voor honden. Op dat level begrijp ik, kan het terecht zijn. Hè? Voelt hij dat? En het is lastig om dat terug te draaien, want dat zit er diep in. Dus dat is, is een soort natuurlijke. Maar de onderliggende psychische projecteren van, en dan wordt hij al wat overgepsychologiseerd. Of, die vind ik moeilijk om te gaan graven. Ik heb daar dus niks mee met graven. Het is veel meer voor mij van op een moment dat een angst zich aandient, of welke emotie dan ook, dat is het moment om hem te onderzoeken. En als het over iets heel praktisch gaat, dus bijvoorbeeld met betrekking tot een dier, kunnen we ons trainen om niet meer bang te zijn voor dieren. Hoe? Door met ze om te gaan. En als je wel leert to read the signals, weet je welke gaat bijten en welke niet. Weet je wel, en dan weet je ook wat te doen. En nooit weglopen. Want dan word je prooi. Dus eigenlijk dan daar gewoon mee doorgaan en dan kijken wat er nog aan... Ja, wat er opkomt. Ja. En misschien ken je iemand die gewoon een lieve hond heeft. Ja. Weet je wel, ga daar eens bij zitten. Niet gelijk aanzitten, maar gewoon erbij zitten. En dan gaat hij jou... beetje besnuffelen en in kaart brengen enzovoorts. En op een gegeven moment kun je contact maken. Kijken of je een relatie ermee kan aangaan. Weet je wel, dat zijn dingen gewoon waar je van... Ik had vroeger een vriend, die was ook een aantal keer gebeten. En mede door Ghost... die vriend is trouwens nu dood. Dus. Maar goed, mede door Ghost en door wat doorvoel dingen. Gewoon voor zijn angst daarvoor. Het was niet dat hij gek was op honden. Nee, maar hij stak niet meer de weg over zodra hij een zo'n dingetje wat je gewoon zo over straat kan schoppen tegenkwam. Dat is herkenbaar. Het gaat ook wel dat stuk, dat is ook onder controle. Er zit bij mij nog een soort die psychologisch onderliggende, maar misschien nog even verder onderzoeken en natuurlijke band verbeteren. In het algemeen van, wij worden over het algemeen gewoon bang van dingen die onvoorspelbaar zijn en die we niet onder controle hebben. Nou, hebben we een paar negatieve associaties met dit of dat, dan triggert dat gewoon een vrij fundamenteel dingetje. Ik vertrouw het niet, betekent het. En ik weet dat ik het niet onder controle heb. En het is dus vaker zo, van dit gaat er toevallig over iets concreets, maar op het moment dat wij iets beter leren kennen, worden we er over het algemeen minder bang van. Dat geldt voor de angst zelf, als voor datgene waar ik bang voor denk te zijn. Maar de onvoorspelbaarheid en de behoefte aan controle. Yes. En dat laat onverlet dat het kan zijn dat je moeder, net als de moeder trouwens van mijn hond, een bitch was. Ik merkte in het gesprek wat ik net ook in de pauze, dat ik er ontzettend mee bezig ben geweest. Ik had de satsang geboekt en ik dacht van, mooi, dan gaan we naar de satsang toe. En ik ben er iedere keer zo met die gedachtentrein mee bezig geweest. Dat is de een of andere manier serveert mezelf daar zo mee af dat ik daar mee bezig ben. Gewoon weer zo'n worstel. Maar het is niet alleen die satsang, het zijn ook andere onderwerpen. Het kan van alles zijn. En op de een of andere manier zit daar iets bij mij. Waar ik het gewoon. In plaats van, zoals gewoon zo gebeurt, doe ik gewoon laat me stromen, laat me gaan. Te perfect wil doen ofzo. Nee hoor. Gewoon controle. Het is niet eens perfect. Het moet op zijn minst goed. Ja. En in de greep en alles begrepen en duidelijk en niet afgaan en dat soort dingen. Ja, niet afgaan. Niet verloren worden. Right. Het is niet zo bijzonder. Dat heeft bijna iedereen. Dat is het goede nieuws. Dus dit sluit perfect aan bij waar deze vanmiddag over gaat, van
De gevoelens die we hebben, die komen dus voort uit de mate waarin wij wel of niet met onszelf samenvallen. Dus we kunnen dan op 100 onderwerpen gaan zitten letten, maar er is maar één onderwerp. Ik klop niet. Dus ik moet terug. Ja, yes. Terug, hier blijven. Als we ons uitleveren aan de wereld en aan anderen, dan zijn we altijd bij onszelf verwijderd. En dan zitten we daar ginds te zoeken naar wat we zijn. Dat gaat niet werken. Dus het is terug. Hier. Dus er zijn niet een heleboel onderwerpen, er is maar één onderwerp. Ik ben op mijn plek of niet. Ik ben op mijn plek of ik ben verloren. Ik heb mezelf weggegeven aan het oordeel van de ander of whatever. Als dat gebeurt, als je jezelf kwijtraakt, dan merk je dat ook dat je eigenlijk niet meer kunt luisteren naar wat tegen je zegt. Ja. En je kunt niet echt goed nadenken en bedoel, je hele navigatiesysteem is van slag. En wat je dan normaliter doet, stel dat je TomTom van slag is, dan reset je hem. Right? Je blijft niet daarmee doorrijden terwijl je naar weet ik veel, Arnhem wil en je zit al voorbij Antwerpen. Maar dat doen wij dus in ons leven wel. We zijn al lang voorbij Parijs, terwijl we naar Stockholm moesten. Maar we blijven gewoon met dat ding doorprutsen. Sla rechtsaf, oh nee, toch maar niet. En in plaats van de boel eens even te resetten, wat betekent stop. De eerste stap die je doet als je een verkeerde richting opmerkt, dat je merkt dat je een verkeerde kant op gaat, is stoppen. Even de boel stil laten vallen, herijken en zoals net nog gezegd, kijken hoe de kaarten liggen. Wat was de bedoeling ook alweer? Dan moet jij weer iets zeggen. Ja, zo dus. Altijd eerst stoppen en dan kan het stof neerdalen. En pas dan kan ik weer zien of ik überhaupt ergens heen moet en zo ja, welke kant op. Wat nogal afhangt van wat mijn doel is. Ik heb een doel. Iedereen heeft een doel. Als je geen doel had, dan deed je nooit wat. Dus. Een doel niet in dit moment? Nee, dit moment, good. Dus in het resetten, in die stop, is er even geen doel. Dat hebben we nodig om vervolgens onze ogen open te doen, die handen weer vrij te hebben, het hart weer open, om te kijken wat er gebeuren wil. Maar mijn doel kan dus bijvoorbeeld zijn om door anderen geapprecieerd te worden. Of mijn doel kan zijn, ik wil dat ik klop. En dan merk ik vervolgens wel wie mij wel of niet apprecieert. In het eerste geval, als we dus bezig zijn met de appreciatie van anderen willen. Dus niet dat wij goed zijn, maar dat we goed lijken of gevonden worden door anderen. Dan heb ik mezelf al uitgeleverd en weggegeven. Het werkt niet. En daar krijgen we onlustgevoelens van, omdat we niet achterlijk zijn. We weten dat we niet kloppen. We weten dat we het faken. We weten dat we ons bezig, basically als een bedelaar opstellen. Hou van mij. Waardeer mij. In plaats van, dit is wat ik ben. If you like it, dans met me. If you don't, fuck off. Thank you very much. Nou ja, ga opstaan. Nou, ik zei straks tegen jou dat ik nogal in mijn hoofd zit ook nog wel. Jij lost al zelf graag op. Zo. Ja, je moet alles alleen doen, hè? Ja? Je moet alles alleen doen en kunnen doen. Ja, dat is het wel in. Ja. Wat lichamelijke klachten en daardoor kom ik dan weer bij ja, een oud patroon eigenlijk van ik zit in zo'n vicieuze cirkel van controle en ja, de half uithangen. En ik vind het lastig om het te doorbreken, want ik denk ja, ik moet die controle houden, want anders dan ja, dan wordt de wereld bijvoorbeeld gestolen als ik
als ik half uit ga, of misschien iets meer. Dus ik moet er wel bij blijven. En ik vind het lastig om het te doorbreken, want ik denk, ja, ik moet die controle houden, want anders dan... Dus het is zo'n patroon dat ik niet zo'n gevoel heb dat ik echt kan kiezen. Het is ook geen keuze. Ik snap wel dat zo moet zijn, maar... ja, dat het toch ook met angst te maken heeft, uiteindelijk. En met afwijzing, met een bepaalde hardheid, zo van... ja, ik kan het wel alleen. Kun je voelen dat er een verschil zit tussen aanwezig zijn en controle hebben? Ja, dat kan ik wel voelen. Right. Dus het zou handiger zijn wat energie te investeren in aanwezigheid en wat minder in controle. Ja, want als ik gewoon aanwezig ben, heb ik vrij snel in de gaten of er een zakkenroller aankomt. Hmm. En dat is iets anders dan de hele tijd gaan zitten van, oké, er zit hier een man of 40, er is vast een zakkenroller bij. Wie is dat? Want dan zit ik constant in een stressmodus. Nou ja, ik had ook niet zo in de gaten dat ik zo in de controle zat, maar ja, dus wel. Ja, good for you. En het probleem herkennen is de eerste stap natuurlijk van daar iets mee te kunnen. Ja. Ja, ik dacht van achter van zo niet. Dus kijken of er meer ontspanning en aanwezigheid kan komen. En dat zal samen moeten gaan waarschijnlijk met het doorvoelen van een soort basisangst. Of een onveiligheidsding in ieder geval. Want als we het gevoel hebben dat we niet goed in ons lijf zitten, heeft dat meestal te maken met dat er hier een angstcomponent zit. Mm-hmm. Dus het systeem dan gaan dwingen om te aarden is gewelddadig. Gaan kijken of ik iets van die angst kan doorvoelen, zodat die minder wordt, kan helpend zijn. En verder kijken om op een ruimtelijke manier iets van die aanwezigheid op te pikken, zodat ik vanzelf zak, kan helpend zijn. Maar nooit naar mijn smaak het gaan dwingen om geaard te zijn. Nee, dat snap ik. Dus aarding kan, als je die term al leuk vindt, ontstaan naarmate er meer opruiming heeft plaatsgevonden en we meer feel voor dat hebben. Als ik me bewuster word van mijn eigen compleetheid, van bewustzijn dus, gaat mijn systeem, dus mijn body-mind, vanzelf ontspannen. Ja. Want bewustzijn is nergens bang voor. De constructie is bang. Obviously. Dus dat kan helpen. Ja, ik ben wel als dat ik denk van, volgens mij ben ik banger voor de angst als voor wat er nou is eigenlijk. Dat zou heel goed kunnen. En dat is makkelijker te onderzoeken als je een beetje eerst uitzoomt en dan eens gaan kijken van oké, wat is de angst voor de angst en wat is er nu werkelijk? Ja. En dan kun je eerst de angst voor de angst eens gewoon rustig aankijken en daar een praatje mee maken. En vervolgens kijken wat er nou werkelijk is. En dat zou wel eens kunnen meevallen. Thanks. Ik heb het idee dat bij mij zijn met de satsangmachine bij de hele tijd daar staan. Ik heb een keer aan jou gevraagd hoe is dat bij jou? Ik zeg, ja, als er een vraag komt, ja. Dat is van toepassing. Dus hier leidt het van niet. Ja, het is lastig hoe daarmee om te gaan. Maar de veilige modus dat ik het schrijf en als ik papier van onder heb, dingen gebeuren. Wat zo is interessant, maar ik heb het al vaak gezien. Ja, het wordt een beetje kluisvraag. Ik heb niet idee dat ik de controle heb op het. Een tijdje, zeg maar, een half uur of drie kwartier, en dan komt er wat waar iemand van opvliegt of het sluit zich helemaal af. Maar hoe moet ik daarmee om te gaan als er zoiets is als omgaan? Ja, dat is lastig. Wat er opkwam net in het begin toen je aan het vertellen was van het zou misschien fijn zijn als het je iets minder interesseerde. Dus misschien moet het nog een tijdje even opbranden in de zin van
alles opschrijven. Want wat ik dus zelf merk, van in het begin had ik heel erg, en niet alsof ik verder ben, of dat bedoel ik helemaal niet, maar van in het begin was het enthousiasme vrij sterk, dus wilde ik te pas en te onpas het over dit soort dingen of eraan gerelateerde dingen hebben. Nu heb ik dat helemaal niet en gaat het inderdaad aan op het moment dat er iemand naar mijn spreekkamer komt of dat er een satsang is. En voor de rest ben ik er eigenlijk niet mee bezig. Het heeft niet mijn speciale interesse. Dus misschien eens kijken of er een andere interesse ook nog mogelijk is. Ja, I don't know. Ja, ik probeer het met films, met boeken, maar het is echt nog niet gevonden. Ja. Ja, soms zijn er dus dingen die een tijdje branden en ja, zich dan uitlijnen. I don't know. Het zou inderdaad heel fijn zijn als er ook een uitknop was. Ja, ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Of als ze zich kan uitleven op één manier, dan maar genoeg. Ja, en dan gewoon dat je een paar uur vrij hebt, zeg maar. Ja. Ik vrees dat ik even niks weet om je te helpen. Een paar keer gedacht, zal ik gaan opstaan en misschien iets voorlezen wat ik gisteren heb opgeschreven. Precies dat wil je belangrijk zijn. Daar in de zin van, het kan ook twee kanten op. Ik ben totaal niet belangrijk, maar dat is precies hetzelfde als ik ben heel belangrijk. Right. Dus ook daar weer voor, de belangrijkheid moet gewoon wegvallen. En zo fijn is dat soms gebeurt. Ja. En het gekke is dat we dan soms pas de kans hebben om iets te betekenen. Als ik mij belangrijk vind, dan wordt het belemmerd hier. Als ik me niet belangrijk vind of waardeloos, betekent dat dan eigenlijk, ben ik ook nutteloos. Maar als ik er weinig om geef en het aan de anderen laat, hoe belangrijk die mij vinden, dat is aan de wereld. Dan hoef ik me er niet mee bezig te houden, is het hier dus een non-issue. Ja, en dan is er handeling of geen handeling. Yes. Dan gebeur je. Ja. Yes. En dan zul je zien dat de reacties op wat je doet altijd zijn wat het al was. Sommige dingen krijgen hoera, andere dingen boe en heel veel dingen die worden voor vanzelfsprekend genomen of niet eens opgemerkt. Yeah. Tof, thanks. Hoi. Gisteren had ik eigenlijk de hele tijd opgehangen. En toen op een gegeven moment was het weg. En toen dacht ik, prima, het is gewoon goed. En toen kwam jouw derde dochter en naar de microfoon en had ze het inderdaad over hardheid en afgewezen zijn en op je gevoel. En toen zat het weer bij knal dicht. En ik heb nog niet zo naar kunnen kijken. Ik heb jou gevraagd. Maar het blijft dus hier zo zeuren. Alsof ik ze bij mijn link verder wordt gepakt. Zo, dat gevoel. Mm-hmm. Ja, ik weet niet wat voor vraag ik kan stellen. Of het, ik heb al gekeken met het zicht van back-off en je raakt te voelen. Maar het was niet op. Nee, maar dat komt omdat je er vanaf wil. Ik wil er vanaf, dat klopt, ja. Ja, en dan werkt het niet. Hè? Dat is de standaard, de gouden regel. Ja. Dus het gaat pas werken als we de beschikbaarheid kunnen vinden. En de interesse en de openheid, zodat er als het ware een ontmoeting kan ontstaan. Maar als wij de afwijzing of wat het is gaan afwijzen, dan gaat hij niet van openen. Nee, er is wel interesse, maar wel met de druk van ja. Move. Ja, en liefst zo snel mogelijk. Right.
Alsof je een beeld kan maken in één dag. Nee. You should know. Ja, en daar ook, ja, dat heb ik al eens eerder gezegd, ook daar als je dat druk, als je het wil. Ja, right. Je weet precies hoe het werkt. Dus dit moet je eigenlijk net zo benaderen als een beeld. Wat eerst als beeld komt en dan in de stof moet. Ja. Dat duurt even en daar is kijken en terug en nog een keer van de andere kant, ja, en aanraken. En ja, right, right. Je weet er alles van. Dus dat geldt voor dit precies hetzelfde. Maar het mooie is ook, van je kunt dus gebruik maken van die kennis die je hebt op een ander terrein om het hierop toe te passen. Het werkt exact hetzelfde. Ja. En je weet ook hoe een geforceerd beeld eruit ziet. Ja. Gooi maar weg. Ja, absoluut. It's the art of feeling and investigating. Over dat voelen, hè. Ik had dus... een week of wat geleden contact met die tussenpersoon, over die twee poelen, weet je, jullie weten het wel. Ik ben nog in de race, by the way. Dus, ik had mijn telefoon en hij was bij de 84-jarige man geweest. Ik heb niks tegen 84-jarige man. Maar. En hij sprak daar zo over, ik dacht, nee, jij gaat echt helemaal voor die. Maar goed, het heerlijke is dus dat ik het gewoon lekker kan varen en dat dat oké is. Mm-hmm. En, maar dat er wel, dat realiseer ik me wel, dat er aan gevoelens, het voelen, dat daar kanttekeningen bij gezet kunnen worden. Yes. Dan angstjes en gezien willen en zo zittingen. Ja. Ik geef workshops en eerst was ik echt dog tired. Echt kapot moe als ze al de deur uit waren. Maar dat voelen blijft wel. Het is niet meer zo lastend. Dus wat in hoeverre kan ik een betekenis aangeven dan? Nou, kijk, als we ons te veel op anderen richten, worden we doodmoe van wat we doen. Dus dat is vrij eenvoudig, back off. Dus niet te veel je best doen, niet proberen een goede workshop te geven. Gewoon uitgaan van wat je weet, en dat is altijd meer dan degene die komen. Want degene die meer weet dan jij, die is na één aflevering weg. Dus daar hoef je allemaal helemaal niet druk om te maken, wees gewoon jij en laat dat tot expressie komen, dan word je niet zo moe van. Sorry dat ik hier weer sta. Maar het is sorry dat ik hier alweer zit. Ja, maar het is eigenlijk. Ja, dan is het heel. Het is net of ik het heel dicht bij elkaar kan raken en dat ik eigenlijk terug uit moet. Dat ik net om moet draaien. Dat ik dan. Dat het toch nog te veel naar buiten gericht is, waardoor alles wat. Te veel, ja, ik kan het niet uitleggen, maar het is net of ik een slag om moet draaien en dat ik het dan, dat er dan geen ander is of zo. Snap je? Je kan het, ja. Grappen maken, je weet het donders goed. Nee, maar het is iets anders. Het is meer die angst die je dan voelt en je denkt van ik ben bang voor. Dan ben je bang voor jezelf eigenlijk. Ja. En, en dat hoeft helemaal niet. Ja, maar als ik hier sta, dan voel ik wel alsof het. Alsof alles gezien wordt. Filmen.
iemand meer van waaruit kijk je. Ik kan mijn voorkant nog zoveel bewegen, maar het is toch steeds een klein beetje meer naar achteren. Ja, ik wil meer de, dat wat je beweegt omhoog komt, kan maar, ja, dat is het. Die grond of zo. Ja, en die stilte die is immens. Ja.
gevoel valt er niets meer te zeggen. Thank you very much. Nick, dank je. Ja. Be well. En niet knapperen. Maar mooi genoeg.